Yo beste kijkers, bij Rosbrunner, we zijn vandaag in een platenboerderij in Nederland. Ik ben samen met... Mij. Ja, Robin. En ik weet niet wat het hier allemaal is, maar... Er zit niet heel veel, hè? Nee. Wat oud gereedschap hier. Allemaal schroefjes en bouten en potje olie. Daar, wat de boeren waarschijnlijk gebruikt om zijn machines te smeren en zo, denk ik. Ja, hier staat nog allemaal dingen. En dit is een... Ja. Wel een hele bijzondere, ja. Ik denk dat dit, dan is dit echt het huis, denk ik. En dit in Nederland. Ja. Zo later zeker of niet. Oh, wat doe jij? Is het een slaapkamer of zo? Ja. Het was wel erg klein, zeker. Tenminste, die van mij is groter. Oh. Net. Net. Wat is dat voor flesje? Ja, parfum, denk ik of niet? Ja, ik denk het wel, ja. Ja, echt. Ja. Kijk! Zo zag je het. Ja. Dit is een gekke vondst. En ze hadden ook nog een hond, dus. Twee honden. Er zit nog kleding in. Hier hangt nog kleding in. Het lijkt wel werkkleding wat er hangt. Ja. Het is ook aardig netjes hoor. Ja. Aardig netjes. Net zo'n meidenkamer. Dat is wel een hele stikke locatie. Alleen ik ben nog even naar één ding benieuwd. Wat er in deze kastje zit. Nou, niks. Waar was jij? Een oliebannenrecept. Oké, okay, is leuk. Wat zijn dat dan? Oh, dat zijn cassettebandjes zeker. Hier.
180 HQ plus, dat zou wel eens goede kwaliteit geweest zijn. Dat was de beste toen. Hier, een oorkom. Oh, melk. Wat is dat? Melk. Oh ja. Een oorkom. Wat gerijpt aan. Dus deze mensen hebben een prijs gewonnen. Ja. Een oorkom. Omdat ze dit allemaal hebben laten liggen. Dat is wel apart, ja. Maar die planten, die hebben hun beste tijd ook gehad. Gewoon cactussen, die kan ze bijna niet doodleggen. Oh, dit is een, holy shit, dit is een... Plaats. Dit heeft iedereen denk ik wel gehad vroeger. Dan kon je allemaal van die ouderwetse plaatjes spelen. Piratenmuziek. Ja. Is echt leuk. Hoe kan je dat ook weer zien? Dan moet je achter schijnen, toch? Oh nee, dit is een leeg bandje van mij. Er staat nog iets op. Er staat iets op. Koeien of zo. Zie je niet? Koeien. Allemaal koeien. Ja. Oh kijk. Kijk, dit is een hond denk ik geweest of zo. Waar is dit nou? Damn. Nou, ik weet niet of het oud is, maar. Ja. Is het zo oud of zo? Kan er nog wel. Mosterd. En daar ook nog wat. Nou, waterkastje. Nog wat borden en pannen. Maar voor de rest niet zoveel. Hier staat nog een beetje troep. Maar die laadjes zijn niet zo heel interessant, denk ik. Hoe ja. Zouden hier nog wel. Wat pannen? Alle pannen nog, ja. Hier nog een dikke auto. Damn. Nog een dikke Opel. Nou, laten we nou even die auto kijken mensen, dan gaan we hier weg. Ik vertrouw die niet meer. Dit is gebarricadeerd. Oh ja, dat is echt iets wat je wil. Hè? Dit is wel een oudje. Pot van dikke. Gelukkig is onze auto beter. Ik weet niet wat het is. Nee, maar dit is wel een dikke vondst. Dit is paard en koets.
koets. Nee. Zo'n apparaat, hè? Ja. Oh, wauw. Ja, paard en koets. Dikke gele auto. Geel is wel mijn lievelingskleur, dus dat is wel nice. Kan je hier nog een beetje op zijn, ja? Ja, mooi. Oké, beste mensen, bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Horst Bulnings. We waren vandaag bij een verlaten boerderij in Nederland. Dat was echt een toplocatie. Tot de volgende bij Lost Buildings. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.